Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen ook een aantal gasten zie ik in ons midden. Van harte welkom. We gaan vandaag beginnen met het luisteren naar een lied van Michel, want die is jarig geweest. Ja, maar toch is dat zo geweest. En je mocht een lied kiezen en je hebt 807 gekozen, God van Licht. Gaan we daar eerst met elkaar naar luisteren. Let's go.
van Michel ook nog een applaus toe. Dat is toch mooi, of niet, op je verjaardag? Goed. Hé, hij doet het nu. Ja, ik hoor het. Ik wil graag voorgaan in gebed. Heren, we willen u danken. Heer, we willen u danken dat we hier vandaag zo met elkaar mogen zijn. Heren, dat wij u mogen loven en aanbidden, heren. Dank u wel voor het volbrachte werk door uw Zoon, Heer. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw en dat u altijd bij ons bent. Heren, dank u wel dat u alles in de hand hebt, Heer. Dat u alles hebt gemaakt en dat ook alles zal zijn ter ere van u. Heren, dank u daarvoor. Dank u voor dat we samen mogen komen hier en dat we uw naam mogen loven en aanbidden. Heren, wilt u ook met de mensen zijn die hier niet kunnen zijn. U geeft ze kracht, Heer. Dank u daarvoor. Amen. We willen met elkaar gaan luisteren naar het lied van Rianne, die ook jarig is geweest. Ook ongeveer anderhalve week geleden, maar nou, we doen het toch alsnog. Opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil. Zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw.
niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u aanbeeft. U bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in u alleen. Ik rust in u alleen. In u alleen. Stil, mijn ziel is stil. Dat mogen wij vandaag ook doen. We mogen in zijn woord lezen en we mogen vandaag ook weten dat we stil mogen zijn voor de Heer. Dat we vol verwondering naar zijn woord mogen kijken en daarin mogen lezen. De zwartste nacht zal verdwijnen wanneer het daglicht doorbreekt. Prachtig. Prachtig om dat te weten, omdat ze mogen weten dat het gaat gebeuren, dat er bij God geen duisternis is, dat er alleen maar licht is. Mooi. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Vandaag gaat voor Hoyte Slachter. Hoyte, welkom. Hoyte die is hier ook op 3 december, dat is op een woensdag, die komt de Bijbelstudie dan doorgeven. Dat wist je wel? Of 3 december zei ik? Ben je er ook op 3 december of niet? Februari. We checken het. Nou, in ieder geval mooi dat je er in februari ook bent. Ja. Rob Oosman is hier volgende week. En na de dienst is er koffie en thee. Dan mag je allemaal blijven zitten en dan wordt er koffie en thee gebracht. Dan gaan we nu over naar het lied van Joke Buijs. Ik weet in wie ik geloofd heb. Gaan we daarna luisteren.
Wist u dat deze tekst in 2 Timotheus staat? Ik lees hem even voor. 2 Timotheus 1, vers 12 en 13. Paulus die schrijft een brief aan Timotheus. En Timotheus die is in Azië. Er zijn nog weinig mensen over die ook het evangelie, zoals Paulus dat ook over heeft gebracht, en Timotheus die dat nog uitdragen. Er zijn veel verzinsels in die tijd. Mensen die het evangelie verdraaien. En ook Paulus die lijdt, die heeft verdrukkingen. Maar ondanks dat alles zegt hij in 2 Timotheus 1 vers 12. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En dan zegt hij tegen Paulus, of tegen Timotheus: houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde in Christus Jezus zijn. Mooi dat we zo'n vooruitzicht hebben, dat we mogen weten dat we een plekje bij hem krijgen. En dat wij standvastig mogen blijven, ondanks deze tijden, ook al wat er allemaal nog gaat komen, dat we zeker zijn dat we bij hem horen en dat we bij hem zijn. En dat we daar ook troost en kracht uit mogen halen. En dat we ook daar vandaag bij stil mogen staan. We gaan naar een lied voor de kinderen. Van A tot Z. Vinden jullie dat goed? Ja? Van A tot Z gaan we luisteren. En daarna mogen de kinderen naar de crèche gaan en naar hun eigen samenkomst.
was er nog één jarige. Janneke. Jacob gefeliciteerd. Koen ook natuurlijk. En we gaan nog luisteren naar het lied 518, Opwekking. Heer, u doorgrondt en kent mij. En daarna gaan we luisteren naar Hoijten.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, inderdaad, fijn dat we hier bij elkaar kunnen zijn. En ook mooi dat mensen dit achteraf ook nog weer kunnen beluisteren. Ben ik ook gelijk live nu? Ja? Oké. Nou, als u dan thuis meekijkt, ook van harte welkom. Goed, nou, dan weet ik dat ik een beetje moet letten op wat ik allemaal zeg. Ik wilde vanmorgen met u een gedeelte lezen uit de Filippenzenbrief, Filippenzen hoofdstuk 3, vers 1 tot 16. Dat is een brief van de apostel Paulus. En boven dat gedeelte staat de uitnemendheid van de kennis van Christus. En dan gaat het daarbij vooral om het kennen van Christus. Paulus schrijft verder: mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eens gezind zijn. Tot zover. Gedeelte in de Filippenzenbrief, waarin de apostel toch vooral schrijft over zijn houding, zijn gezindheid. En het blijkt ook wel dat dat de gezindheid is van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat u wel weet, hè, dat in de Filippenzenbrief regelmatig over blijdschap gesproken wordt door Paulus. Hij roept daar ook steeds toe op: verblijd u in de Heer en dergelijke. Dat zijn bekende woorden uit deze brief. Het gaat over blijdschap, maar anderzijds gaat het ook, en dat houdt natuurlijk ook wel weer verband met elkaar, gaat het ook over de gezindheid. En wat is je gezindheid? In wat voor manier sta je eigenlijk in het leven? Die gezindheid die heeft het erover, of daar gaat het om, je gerichtheid. Op wie ben je gericht? Wat is voor jou nou het belangrijkste? Nou, en het grote voorbeeld van de gezindheid in deze brief, die vind je natuurlijk in hoofdstuk 2. Daar wordt vanaf vers 5 door Paulus geschreven over de gezindheid die Christus had. Hij begint dat vers met: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, en dan gaat hij uitleggen wat voor gezindheid dat dan was. Nou,
En dan komt het er eigenlijk op neer dat dat een gezindheid is geweest van Christus. Van vernedering en gehoorzaamheid tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dan vervolgt Paulus met te zeggen dat de Heer Jezus Christus vervolgens ook uitermate verhoogd is. En de naam boven alle naam ontvangen heeft. Dus je ziet, als het gaat over die gezindheid van Christus, dan gaat het over vernedering tot aan het kruis. En vervolgens gaat het om verhoging. En dat is, ja, waar het in feite om draait. Als Paulus dan ook zegt van, laat die gezindheid in u zijn, die in Christus Jezus was, dan, ja, dan heeft dat te maken met, ja, je gerichtheid. Waar verwacht je het van? Hoe zie je dat? En het mooie is, en dat vind ik ook wel weer, ik zou haar zeggen sportief, maar dat Paulus niet alleen maar zegt van, laat die gezindheid in u zijn, die in Christus Jezus was, zo van, nou, dan hebben jullie ook wat te doen als gelovigen. Maar je ontdekt dat de apostel Paulus zelf ook in die gezindheid leefde. En dat is vooral wat dan in dat derde hoofdstuk, in dat deel wat we gelezen hebben, wat daarin naar voren komt. Want ja, daarin schrijft hij in feite ook over zijn gerichtheid. Waar richt ik me op? En dan blijkt al meteen dat hij zich niet op iets richt, maar dat hij zich op iemand richt. En dat wordt dan ook, en dat is dan ook, de basis geworden voor zijn leven, voor zijn bediening. En daarin is hij ook een voorbeeld voor ons. Paulus schrijft dat wel regelmatig, dat wij hem mogen navolgen zoals hij Christus navolgt. En dan vormt de apostel als mens eigenlijk een soort tussenstation voor ons, tussen ons en Christus. En hier aan het einde van wat we gelezen hebben in hoofdstuk 3, vers 15, zegt hij ook zoiets. En dan zegt hij, laten wij dan, voor zover wij volwassen zijn of volmaakt zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Nou, dat is ook wel weer mooi, he, dat Paulus erbij zet van, nou ja, ook al denk je er anders over, of ook al heb je een andere gezindheid, God maakt het je wel duidelijk. Nou, wat ons betreft, he, maakt de Heer ons dat duidelijk via zijn woord. En mogen we daarin, ja, bepaald worden bij, ja, waar het eigenlijk werkelijk om draait. Dus gezindheid, blijdschap, he, dat zijn zeg maar de hoofdthema's ook van dat gedeelte wat we dan gelezen hebben. Nou, Paulus die begint daar, want we gaan het maar even zo een beetje doorlopen. Paulus begint daar in vers 2 en 3 te spreken over de besnijdenis. Hoewel je dat in eerste instantie niet direct zou zeggen. Hij zegt, let op de honden. Nou weet ik niet of Paulus bang was voor honden of wat dan ook. En of hij dat dan bedoelt. Nou, ik weet wel zeker dat hij dat niet bedoelt. Want hij heeft het vervolgens meteen over slechte arbeiders. En hij zegt dat hij het heeft over de versnijdenis. En let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. In de tijd dat Paulus dit schreef, waren er mensen, ook binnen de gemeente, binnen de christelijke wereld, zeg maar eventjes, die eigenlijk mensen een wet op wilden leggen van je moet je zo gedragen of je moet daar en daaraan voldoen. Of, zoals in dit geval, je moet je laten besnijden. En dan merk je ook wel, dat waren mensen die kwamen ook uit hetzelfde volk voort waar Paulus zelf ook uit voortgekomen was, het Joodse volk. En je moet je besnijden, want anders dan is dat geloof nog niet compleet. En nou, misschien in een beetje andere zin hebben wij daar ook wel mee te maken, als je tenminste in de christelijke wereld kijkt, dat er toch wel vaak, ja, gedacht wordt, er moet nog iets aan toegevoegd worden. Je kunt wel zeggen dat je een gelovige bent, of je kunt wel zeggen dat je christen bent. Meestal zeggen mensen dan christelijk bent. Maar we verwachten nog wel dit of dat van je, om het compleet te maken. We verwachten van je dat je bepaalde dingen doet, of dat je op een bepaalde manier meedoet, of wat dan ook, weet je. En het mooie is van de boodschap van de genade van God, dat dat dus allemaal niet hoeft. Het draait uiteindelijk
om de gezindheid waarin je leeft. En dat is waar Paulus ook mee begint. Hij zegt van ja, en hij noemt die mensen honden. Dus dat is ook niet echt complimenteus, zeg maar. Hij zegt, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis. Die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Nou, dat klinkt misschien een beetje raar om dat zo te zeggen. Wij zijn de besnijdenis. Misschien even een paar bladzijden verder. Naar de Colossenzenbrief, daar staat in het tweede hoofdstuk ook iets over. Over die besnijdenis. Colossenzen 2 vers 9. Pikken we even de draad op. Daar zegt Paulus, want in hem, Christus, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden, of u hebt die volheid verkregen, in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. En dit is natuurlijk al werkelijk ongelooflijk en ongehoord, dat je dat je als gelovige mag realiseren. En dat je aan de ene kant weet van, nou, als ik de Heer Jezus Christus ken, dan weet ik dat in hem het totale wezen van God lichamelijk woont. En wat zoveel betekent dat als je God wil leren kennen, dan kan dat alleen maar via de Heer Jezus Christus. Want hij is, zeg maar, de uiterlijke vorm van God. Hij is ook degene door wie God alle dingen doet. En dan gaat Paulus verder en dan zegt hij, en u, ik zeg het maar even letterlijk zoals het hier staat, u hebt de volheid verkregen, of u bent vervuld in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus degene die boven alle dingen staat, is degene aan wie wij onlosmakelijk verbonden zijn en in wie wij in feite ook alles ontvangen hebben. Daar hoeft dus ook niks meer aan toegevoegd te worden. Nou, en dan gaat hij verder. Dan zegt hij, in hem, vers 11, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, het gaat natuurlijk even vooral om dat 11e vers. Daar schrijft Paulus 2 keer over besnijdenis. Hij schrijft een keer over besneden zijn. En die besnijdenis, hij zegt er ook bij in vers 11, dat is niet iets dat met mensenhanden gebeurt. Dat is wat die slechte arbeiders leerden. Je moet je nog laten besnijden, letterlijk. Of we moeten kinderen, zoontjes, jongetjes, moeten we besnijden, letterlijk. Maar Paulus die zegt hiervan, je bent in hem met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus dat is niet iets fysieks, iets tastbaars. Maar dat is iets wat, ja, onzichtbaar is. Een onzichtbare besnijdenis. En hoe zeg je dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kun je nou deel hebben aan de besnijdenis, terwijl dat niet met handen plaatsvindt? Nou, zegt Paulus, dat is door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Dus die besnijdenis van Christus, kijk, als je naar het leven kijkt van de Heer Jezus, dan moet je zeggen van, de Heer Jezus is ook besneden. He, zo ging dat toen. Hij kwam uit dat volk voor, toen hij 8 dagen oud was, toen gingen zijn ouders, die besneden hem. En vervolgens kreeg hij ook zijn naam. Die naam wisten ze al lang, had de engel al van tevoren, ruimschoots van tevoren gezegd. Zelfs voordat Maria zwanger was. Hij krijgt op die 8e dag zijn naam. En op die 8e dag, ja, dan wordt hij ook besneden. Maar wordt die besnijdenis nou hier bedoeld? Nee, want dat was een besnijdenis met mensenhanden. De besnijdenis waar Paulus hier op wijst, dat is waar het werkelijk om gaat. Dus niet dat wat met mensenhanden gebeurt, maar dat wat later, aan het einde, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen gebeurd is. Toen heeft hij namelijk het lichaam van de zonden van het vlees afgelegd. Dat was het moment dat hij stierf. En dat lichaam van de zonden heeft hij afgelegd. Dat lichaam had hij.
Paulus die zegt dat zo mooi in Romeinen, dat de Heer Jezus Christus gekomen was in een lichaam aan dat van de zonde gelijk. Ook om maar duidelijk te maken dat de Heer Jezus echt als mens in de wereld kwam. Dat is ook wat Paulus trouwens in Filippenzen 2 beschrijft. Hij zegt, die gezindheid van Christus, Christus Jezus was in de gestalte van God, maar hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Hij was God gelijk en hij ging lijken op de mensen, in de gelijkenis als een mens bevonden. Dus als de mensen naar de Heer Jezus keken, dan zagen ze een mens. En het feit dat hij zo in de wereld was, ja, dat was zelfs zo overduidelijk voor de meeste mensen dat ze niet eens geloofden dat hij de Zoon van God was. Nee, want hij was gekomen in een lichaam aan dat der zonde gelijk, en juist om de zonde uiteindelijk te veroordelen en ons vrij te maken van de zonde. Dus aan het kruis op Golgotha, daar heeft de Heer Jezus dat lichaam van de zonden uitgetrokken. En dat is wat de besnijdenis van Christus is. En daarom kan Paulus zeggen in Filippenzen 3 van, ja, wij zijn de besnijdenis. Wij hebben namelijk helemaal deel gekregen aan dat afleggen van het lichaam van de zonde dat door Christus gebeurd is. Het is niet onze verdienste. Het is wat Christus gedaan heeft. We gaan even terug naar Filippenzen 3. Wij zijn de besnijdenis, zegt Paulus daar in vers 3. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. En ja, dan komt er een mooi gedeelte, dus ik vind dat altijd wel een mooi gedeelte, dat Paulus zegt, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. He, dus in vers 3 aan het einde, dan heeft hij het over het roemen in Christus Jezus of op het vlees vertrouwen. Dat zijn eigenlijk de twee dingen waar het om draait. Dat is waar zijn we op gericht? Hè? Zijn we gericht op Christus Jezus? Roemen in Christus Jezus, dus het helemaal van hem verwachten. Of zijn we op het vlees gericht? Op vlees. Vertrouwen we op vlees? Wat doen we nou eigenlijk? Hè, wat is nou voor ons, zeg maar, ja, van het grootste belang? Paulus die schrijft, nou, ik heb reden, zegt hij, om op vlees te vertrouwen. En als iemand anders dat denkt, nou, ik nog meer. En hij zegt dit natuurlijk nog steeds in de context van die slechte arbeiders, dwaalleraars die vanuit het Jodendom ook, ja, hun zegje deden. Mensen die zich erop lieten voorstaan van, ja, maar moet je eens even kijken naar onze afkomst. Nou, zegt Paulus, als jullie dat denken, ik nog meer. En dan noemt hij het op. He, dan zegt hij, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Als je zo even meegeteld hebt, dan ontdek je dat Paulus 7 dingen opsomt hier, die hij ook dan nog weer verdeelt in 4 dingen en 3 dingen. He, die eerste 4 dingen, nou, dat zijn zaken die hebben te maken met letterlijk zijn vlees. Wat was zijn afkomst? Je kunt ook gewoon zeggen, die dingen die hij daar opzomt, dat zijn dingen, daar kon hij ook verder helemaal niks aan doen. Dat was nou één keer zo. Hij kon er niks aan doen dat hij op de achtste dag besneden was. Dat had hij zelf niet in de hand. Hij kon er ook niks aan doen dat hij uit het geslacht van Israël voortkwam, of van de stam Benjamin, of dat hij een Hebreër uit de Hebreeën was. He, allemaal zaken, ja, die in het oog van sommigen destijds toch wel ontzettend belangrijk was. Ik heb meer zeggingskracht, want ik kom uit Israël. Weet je wel, dat was een beetje zo die gedachte. Nou, zegt Paulus, als het daarom gaat, dan heb ik nog meer om op te vertrouwen. Ik ben besneden uit de achtste dag, op de achtste dag. Ik kom uit het geslacht van Israël. Oftewel voortgekomen uit Jacob, die ook Israël genoemd werd, waaruit de 12 stammen van Israël voortkwamen. Paulus kon notabene ook nog zeggen uit welke stam die kwam.
namelijk de stam Benjamin. Een stam waaruit ook de allereerste koning was voortgekomen. Een koning niet naar Gods hart, koning Saul. En deze Paulus die heette van oorsprong ook Saulus of Saul. Kwam ook uit Benjamin. Misschien hebben zijn ouders wel gedacht, oh, we hopen maar dat het net zo'n grootheid wordt als Saul. Saul was letterlijk een hele grote man namelijk. Een Hebreër uit de Hebreeën. Dat doet ons terugdenken aan Abraham. Abraham was de eerste die een Hebreeër genoemd wordt in de Bijbel. Dus allemaal zaken waar hij niks aan kon doen, maar die wel had. En dan noemt hij vervolgens nog drie dingen, en dat kun je herkennen aan het feit dat er steeds staat wat betreft. Dus hij zegt wat de wet betreft, die drie dingen die hij noemt, dat zijn dingen, daar kon hij wel wat aan doen. Wat de wet betreft, een fariseer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Dus hij onderscheidt hier de dingen waarop hij kan vertrouwen in vier zaken. Ja, die hij nou een keer had, omdat het nou een keer zo was. Zo was hij nou eenmaal geboren. En hij noemt dan vervolgens nog drie dingen, ja, die behoren tot zijn eigen, ja, zeg maar, capaciteiten. En dan noemt hij dat hij volgens de wet een fariseer was, wat zijn ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Paulus noemt zich ook nadat hij de Heer heeft leren kennen nog steeds een fariseer. Je kunt in het boek Handelingen kun je dat terugvinden, dat hij gewoon zegt, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën. Wat als het gaat om zijn ijver in het vervolgen van de gemeente, het jagen van de gemeente, dat is duidelijk iets dat was voordat hij bekeerd werd en tot de Heer kwam. En als hij zegt dan vervolgens wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, ja, dan is dat ook weer iets wat zowel op voor zijn bekering als na zijn bekering kan slaan. Want Paulus die hield ook de wet, ook toen hij de Heer al lang kende. Die fase die had hij ook in zijn leven. Moet je maar eens kijken, als we even naar Handelingen gaan. Handelingen beschrijft voor een groot gedeelte, in ieder geval vanaf hoofdstuk 13, het wel en wee van Paulus. In hoofdstuk 9 komt hij tot geloof, dan is het nog Saulus. In hoofdstuk 13 wordt hij in de bediening gesteld, dan is het Paulus. En hij schrijft dan ook het een en ander. Moet even naar hoofdstuk 21. Oh nee, hoofdstuk 18, vers 18. Dat is zomaar even zo'n zinnetje, hè, die daar staat. Dus we zijn het er wel over eens, denk ik, dat we hier te maken hebben met de apostel Paulus, die tot geloof gekomen is. Zijn bekering ligt al een tijdje achter hem. En hij keert terug via Efeze naar Jeruzalem. Vers 18 zegt dan, en toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, dat was nog in Korinthe, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië. En dan staat er nadat hij zijn hoofd in Kenchreën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. Nou, dat is toch wel opvallend. Dat Paulus een gelofte gedaan had. En mogelijk heeft dit iets te maken met het Nazireërschap. Feit is in ieder geval dat hij zijn haar had laten scheren. En dat was in samenhang met een gelofte. Als je in Jeruzalem woonde en je deed die gelofte, dan moest je naar de tempel toe en dan werd je haar geknipt. Maar als je buiten Jeruzalem was in die tijd, dan werd je haar niet geknipt, maar dan werd het geschoren. Maar die gelofte is dan hetzelfde. Maar omdat je niet bij de tempel was, deed je dat dan op zo'n manier. Maar op zich natuurlijk wel dat je denkt van, hé, dat is wel apart dat Paulus dat doet.
Als je een beetje verder bladert naar hoofdstuk 21, daar zie je ook zoiets. Dan is Paulus in Jeruzalem aangekomen, hè? Dat is vanaf vers 15. En dan gaat hij naar de apostelen, zeg maar even de leiders van de gemeente in Jeruzalem. En dan staat er, vers 18, de volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus. Handelingen 21, vers 18. En al de oudsten waren daar gekomen en nadat hij hen gegroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. En toen ze dat hadden gehoord, prezen zij de Heer en zeiden tegen hem, u ziet broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet. Men heeft hen over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen woonden leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat ze de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de gemeente samenkomt, want ze zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. We hebben 4 mannen die een gelofte hebben gedaan. Neem die bij u, reinig u samen met hen, betaal voor hen de kosten van de offers, zodat ze zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. En vervolgens lees je ook dat Paulus dat doet. Dus hij neemt de wet in acht. Ik denk ook dat het aan de andere kant belangrijk is om te realiseren dat Paulus, als hier staat dat hij de wet in acht neemt, dat dat dan met name is de wet van het nieuwe verbond. Oftewel de wet van de geest des levens, de wet die in Christus Jezus is. Maar dan nog, dat nieuwe verbond betekent namelijk dat zij uit Israël die deel hebben aan dat verbond, als vanzelf gaan doen wat God vraagt in de wet. Zij vervullen de eis van de wet. En Paulus deed daar dus gewoon aan mee. En zo leefde hij. Dus als hij later zegt in Filippenzen van ja, volgens de wet onberispelijk, dan kan dat ook maar zo slaan op wat hij deed in het kader van het nieuwe verbond. Alleen is Paulus in de Filippenzenbrief aangekomen op een moment in het plan van God, dat God zelfs een punt zet achter het nieuwe verbond. En dat daar, dat dan vanaf dat moment de waarheden met betrekking tot het lichaam van de Heer Jezus Christus bekendgemaakt worden. En ja, dat is niet een verbondssituatie. He, wij zijn daar natuurlijk wel een beetje mee opgegroeid, miste ik wel. He, dat je deel uitmaakt van het verbond. Daarvoor was je als babytje ook gedoopt. Want die doop was in de plaats gekomen van de besnijdenis. Ook wel weer raar natuurlijk dat dan alleen dat dan zowel jongens als meisjes gedoopt worden. Als dat in plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar goed, dat is een beetje apart. Maar zo hadden ze dat dan zo uitgeviegeld en dachten ze van ja, dan behoor je dus tot het verbond. En maak je daar deel van uit. Nou, je kunt in de Bijbel nergens vinden dat het lichaam van Christus, waar we het over hebben als we de Filippenzenbrief lezen, dat er met dat lichaam van Christus een verbond gesloten is door God. Het enige volk waar God een verbond mee sluit, de Bijbel is daar zonneklaar over, dat is het volk van Israël. Hoe zit het dan met onze verbondenheid met de Heer? Nou, dat is waar Paulus natuurlijk op wijst in Efeze, in Colossense. Hij zegt van ja, die verbondenheid, dat is een verbondenheid van één lichaam. Zoals een hoofd onlosmakelijk verbonden is aan zijn lichaam, één persoon vormt, zo is het nu met de gelovigen in Christus. Dus die maakt daar deel van uit. Nou, vanuit die achtergrond schrijft Paulus ook de Filippenzenbrief. Dus als hij zegt van ja, moet je luisteren, wat de rechtvaardigheid betreft in de wet was ik onberispelijk. Maar ook dat, ja, dat is iets wat in feite, zegt Paulus, bij mij tot het vlees behoorde. Dus als een ander nou denkt dat hij vertrouwen kan op het vlees, ik nog meer. En misschien dat wij dat ook wel hebben.
dat wij op een bepaalde manier vertrouwen op het vlees. Wij kunnen dan denk ik niet zomaar zeggen, in ieder geval niet allemaal, ik ben besneden op de achtste dag en uit het geslacht van Israël en al dat soort dingen, uit die en die stam, weet je wel. Dat kunnen wij allemaal niet zeggen. We kunnen misschien wel zeggen van, nou, ik heb wel mijn best gedaan in netjes leven. Mensen moesten toch aan mij kunnen zien dat ik een christen was en ben. Dat soort dingen, weet je wel. Uiteindelijk zegt Paulus, hou er nou maar gewoon mee op. Dat is vlees. Er behoort natuurlijk veel meer tot het vlees. Ik denk dat in eerste instantie je gewoon kunt zeggen dat alles wat je hebt, wat je was, wat je bent, op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, dat kun je omschrijven als vlees. En dat is niet per definitie verkeerd of zo, maar dat is wel zeg maar het pakket wat er toen lag. En de vraag, de grote vraag is voor ons als gelovigen, waar is onze gezindheid nou op gericht? Is dat nou gericht op het vlees? Is dat nog steeds zo? Dat je dingen opbouwt in je leven? Dat je vermogen opbouwt in je leven? Dat je denkt van, nou, daar voel ik me toch wel enigszins gerust bij. He, want het kan maar zo natuurlijk. Uiteindelijk, de momenten waarop je bijvoorbeeld ziek wordt, blijkt dat dat hele opgebouwde gebeuren in je leven allemaal niet meer zo belangrijk is. Dan is het opeens nog maar onze gezondheid waar het om draait. Maar ja, weet je, het zijn allemaal zaken die iets met het vlees te maken hebben. En dat zeg ik, het is allemaal niet per definitie verkeerd. Als je naar de apostel Paulus kijkt en je kijkt naar het karakter van die man, dan moet je ook zeggen van ja, hij was een ongelofelijke ijveraar. En ook voordat hij de Heer Jezus had ontmoet, deed hij dat voor God. Ik was een ijveraar voor God, zegt hij ook gewoon. Hij had het alleen niet begrepen. Maar wat je natuurlijk wel merkt, en dat is ook in dit gedeelte, dat toen de apostel de Heer had leren kennen, dat die ijver, dat is blijkbaar een karaktereigenschap bij hem, dat die ijver er nog steeds was. Want vanaf dat moment is het ook in één keer helemaal, ja, alleen nog maar Christus, Jezus, waarin hij roemt. En waarop hij zich richt. Hè? Hij zegt, als hij zo zijn vleeselijke kwaliteiten heeft opgesomd, dan zegt hij in vers 7, maar wat voor mij winst was. Zie je? Wat voor mij winst was. Dus dat vertrouwen op het vlees, al die dingetjes die daarbij horen. En wij kunnen dat voor onszelf, kunnen we dat ook op een rijtje zetten. Aanvankelijk was dat voor Paulus winst. Maar nu, zegt hij, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Weet je, er is iets compleet veranderd in de gezindheid van deze man. Hij schrijft in hoofdstuk 1, vers 21, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. En dat is hoe hij er nu in staat, zeg maar. Dus wat voor hem winst was, wat hij eerst belangrijk vond, ja, dat heeft hij omwille van Christus schade beschouwd of geacht. En nu is dat wat hij vroeger als winst achtte, is voor hem, ja, verlies. Laat dat maar zitten. En het leven is ondertussen, ja, vol geworden voor de apostel van Christus. En als het dan één keer zover is dat ik heen moet gaan, zegt hij, dan is zelfs dat nog winst. Dat is waar we ons op richten. Dus vers 7, wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Alsof dat nog niet genoeg was, zegt hij dan ook nog, ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van het kennen van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid. Als je de Oude Statenvertaling leest, dan staat hier drek.
En wat er eigenlijk mee bedoeld wordt, dat zou ik hier niet zeggen. Maar het stinkt wel. Dus ik beschouw het als vuiligheid, als drek. En waarom dan? Opdat ik Christus mag winnen. Kijk, dat is nou de gezindheid van Christus. Zoals die in een mens, en wij hebben dan maar even als voorbeeld hier de apostel Paulus, hè, tot uitdrukking kan komen. Niet meer al datgene waarin ik mezelf kan roemen. Nee, zegt hij, ik roem in Christus Jezus. Ja, en dat zijn dan natuurlijk toch wel geweldige woorden. En ook voor ons wel heel belangrijk. He, dat wij niet moeten denken van, ah jongens, al datgene wat ik hier op aarde vergaar. En ja, weet je, je houdt er uiteindelijk ook niks aan over. Hè? Dat is natuurlijk ook het punt. Je kunt zo stinkend rijk zijn, maar uiteindelijk voorkomt het niet dat je sterft en dat er niks van overblijft. En je hebt mensen die heten naakt geboren en zo sterven ze ook weer, zonder iets. Maar dat geldt voor iedereen. En dus ja, waar ben je nou op gericht? Hè? Kun je als mens, kun je dan altijd voor de volle 100% op Christus Jezus gericht zijn? En kun je alles wat het vlees betreft terzijde schuiven? Nee, natuurlijk niet. En wij hebben, zolang wij hier leven, hebben wij daarmee te maken. En daarom wordt er ook van ons niet een volmaakt leven verwacht. Maar er wordt van ons verwacht dat wij gericht zijn op Christus Jezus, in hem roemen. En het van hem verwachten. Dat is wat er verwacht wordt. En dat we inderdaad met de hand op de Bijbel kunnen zeggen van, mensen, ik ben in Christus volmaakt. Dat is wat God tot stand gebracht heeft. Paulus die schrijft in het 15e vers. Hij schrijft daar, laten wij dan voor zover wij volmaakt zijn. Er staat in de vertaling geestelijk volwassen, maar er staat ook een voetnootje bij dat het volmaakt moet zijn. Nou, laten wij dan voor zover wij volmaakt zijn. Zijn wij volmaakt? Nou, ja en nee. Wij zijn volmaakt in Christus. Maar wij zijn niet volmaakt voor wat betreft de wandel hier nog. Onze positie in Christus, daar valt niets aan toe te voegen. Daar kun je ook niets meer bij verdienen, want je hebt alles al ontvangen in Christus. Maar de wandel, dat is een ander verhaal. En met het oog daarop, zegt Paulus in vers 12 bijvoorbeeld, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben. Dus eerst zegt hij, niet dat ik het verkregen heb of al volmaakt ben in vers 12. En in vers 15 zegt hij, laten wij dan voor zover we volmaakt zijn. Of er staat eigenlijk, laten wij dan, wij die volmaakt zijn, deze gezindheid hebben. Dus ja, het komt er uiteindelijk op neer dat je leeft vanuit je positie die je hebt in Christus. Nou, en daar, ja, daar is Paulus' gezindheid op gericht. Hè, en dat wil niet zeggen dat je een volmaakt leven leidt. Dat wil ook niet zeggen dat je een soort heilig boontje bent of wat dan ook. En dat wil zeker niet zeggen dat je daar ook nog je best voor moet doen. Het is alleen maar denken aan, wat is er aan de hand? Hè? Wat is mijn gezindheid? Daarom schrijft Paulus ook zo over die gezindheid in deze brief. Dat gezind zijn, dat is trouwens hetzelfde woord wat Paulus ook gebruikt in de Colossensebrief, als hij zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Dat bedenken, dat is hetzelfde wat hier in dit deel vertaald is met gezind zijn. Nou, wij mogen ons richten op de Here. We mogen weten dat alles, dat we eigenlijk alles als vuiligheid kunnen beschouwen, zegt Paulus. En dat we Christus mogen winnen. En dan zegt hij in vers 9, en dat we in hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit geloof door middel van Christus.
of uit God door middel van geloof. En dan komt dat leven van de Heer Jezus Christus. Dat komt dan tot uitdrukking, ja, in het leven van Paulus. Hij schrijft in vers 10, opdat ik hem mag kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen, schrijft hij dan letterlijk, tot de uitopstanding, namelijk die uit de doden. En dat ik daar maar toe mag komen. Zoals de Heer Jezus Christus als eenling opstond uit de doden. Paulus zegt van, ach, dat is mijn grote verlangen. Dat dat ook met mij mag gebeuren. Ook als eenling van tussen de doden uit opstaan. En dan? Nou, en dan bij Christus te zijn. Heen gaan en met Christus zijn. Weet je, dat is verreweg het beste, zegt de apostel. Nou, en zo is dat ook. En zo, ja, mogen ook wij weten, ja, dat we in die gezindheid mogen leven. Paulus die schrijft nog, ik wil nog even lezen, in het 14e vers, ik doe één ding. En dan gaat het echt om zijn gerichtheid. Hè? Ik doe één ding. Ik vergeet wat achter is. En ik strek mij uit naar wat voor is. En zo jaag ik naar het doel, de prijs van de bovenroeping van God in Christus Jezus. Het begint met roemen in Christus Jezus. En uiteindelijk is het het ontvangen van de prijs van de bovenroeping van God. En die bovenroeping die bepaalt ons bij boven, namelijk daar waar Christus is. En daarom ook zoek de dingen die boven zijn en bedenk dat wat boven is. Laat daar nou je gezindheid op gericht zijn. En dan mag je in alle ontspannenheid gaan leven. En dan mag je ontdekken van dat de Heer helemaal niks meer van je verwacht. Omdat Hij je volmaakt heeft gemaakt, perfect heeft gemaakt in Christus. Dus daar valt ook niks meer aan toe te voegen. En je mag leven, ja, vanuit die ontspannen werkelijkheid. Hè, mag je leven met de Heer. Gericht zijn op Hem. En ondertussen ontdekken in je leven dat het allemaal op zijn plek terechtkomt. Komt allemaal goed. En zo, ja, mogen wij het van hem verwachten, broeders en zusters. Tot zover. We gaan met elkaar nog de Heer danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heere, dat we u mogen kennen. Dat u voor ons zorgt. Heere, dat u als Vader ons ook voorziet in alles wat nodig is. En dat we met u door het leven mogen gaan. We willen u danken, Heere, dat we daarbij niet op elkaar hoeven te letten. Of op onszelf hoeven te letten. Maar dat we, ja, gewoon gericht mogen zijn op uw Zoon. Op onze Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heere, dat u zo uw weg ook met ons gaat. En daarin tot uw doel komt. Vader, zoals u met alle dingen tot uw doel komt. U hebt het allemaal in de hand. Heer, en wat is het een voorrecht dat we op u vertrouwen mogen. En in u onze rust mogen vinden. Heer, en dat geldt eigenlijk voor alle tijden waarin we leven, die we meemaken hier in deze wereld. Dank u wel, Heer, ja, dat u daarboven staat. En dat we weten mogen dat u uw positie hebt ingenomen boven alle dingen. En dat ook wij in de Heer Jezus Christus daar deel aan hebben gekregen, omdat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, boven bij u in de hemel. Dank u wel, Heere, dat we, ja, ons dat mogen realiseren, dat we daar ook uit leven mogen. En dank ook, Heer, dat we elkaar aan uw genade mogen toevertrouwen en dat u door uw genade in onze levens tot uw doel komt, zoals het al volmaakt is in Christus. Dank u wel daarvoor, Heer, en zo, ja, willen we inderdaad elkaar aan u toevertrouwen, ook voor de komende tijd weer. Dank dat u met ieder van ons meegaat, dat u ons ook zegent, tot zegen stelt op de plaats waar we zijn, in het leven, in de maatschappij. En dank, Heere, dat we het zo in alles van u verwachten mogen. We doen dat, Heere, uit genade. Amen. Amen. Nou, we gaan nog afsluiten met een lied en dat wordt lied 558. En u mag zachtjes meeneurien.